Hallo, ik ben Giel van Gemen. Ik ben vakman cultuurtechniek en leermeester. Afgelopen winter hebben we ons bezig gehouden met de wintersnoei. Ik heb me vooral bemoeid met de uitvoering daarvan. We hebben afgelopen winter ook rillen gemaakt, zoals je het zelf kunt zien. We hebben hier hout allemaal gestapeld in de lange lengtes naar het einde van het pad toe. Waar bijvoorbeeld straks in de winter een eeuw kan overwinteren, maar ook aan de overkant loopt bijvoorbeeld een beek. En die beek zit er bijvoorbeeld reptielen in en de reptielen kunnen ook prima schuilen onder deze rillen. Op het moment zijn we vanaf maart, april weer zijn we de woonwijk weer ingegaan. We hebben hier verschillende wijken in onderhoud. En dat bestaat hoofdzakelijk uit schoffelwerk en hagenknippen. We hebben de regel dat we aan IBOR-bestek moeten voldoen. Dat betekent ook dat wekelijks gewoon de wijken gecontroleerd worden van hoe liggen ze erbij. En dan moet u ook denken aan veiligheid bijvoorbeeld, hè? Oversteekplaatsen. Dat het overzichtelijk is dat met je fiets over te kunnen steken. Ja, ik vind het belangrijk zo al die mensen waar ik samen mee samenwerk, om iedereen gewoon in zijn kracht in te zetten. Te kijken van wat kan iemand, wat wil iemand, wat wil iemand leren, hoe gemotiveerd is die om dingen te doen. En daardoor ook zelfstandig, maar ook zelfverzekerd te worden om hun werk gewoon goed uit te kunnen voeren.